Wonen in Veenendaal Oost, de plek van je leven. In Veenendaal komt een nieuwe woonwijk, Veenendaal Oost. Het wordt een wijk die niet alleen voor, maar vooral van de bewoners is. Met zo'n 3200 woningen in 3 woonwijken. Veenderij, buurtsteden en Groenpoort. Hier vindt u rust, ruimte en groen. Maar ook alle stadse voorzieningen. Veilige fietspaden en goede aansluiting met de snelwegen. Veenendaal Oost wordt opgezet als een levensloopbestendige wijk. We noemen dit nieuw wonen. Buurtsteden wordt als eerste gebouwd en telt 4 buurtschappen. Dit is De Hoven. Dit buurtschap is opgedeeld in 8 gezellige hofjes met elk een eigen architectonisch karakter. De hofjes vormen een gemeenschappelijk gebied waar geparkeerd kan worden en kinderen kunnen spelen. Alle woningen worden gebouwd met bruine bakstenen en oranje dakpannen. Vriendelijke zitjes markeren de overgang tussen woning en straat. Bomenrijen, groenstroken en speelplaatsjes geven het geheel een speels uiterlijk. Wat u nu ziet is een buurtschapsvoorziening. Elke buurt heeft er 1. Dit is een centraal gelegen gebouw waar ruimte beschikbaar is voor bijzondere activiteiten die de bewoners zelf kunnen organiseren, zoals een buurtfeest of een klaverjasavond. Deze voorziening ligt vlakbij het water waar met een houten vlonder een plek is gecreëerd waar je kunt zitten of vissen. Dit is buurtschap De Straten. Deze wijk is praktisch ingedeeld en bestaat uit afwisselende woningen in woonblokken en een reeks straten waar aan beide kanten geparkeerd kan worden. Door de wijk heen bevinden zich speelplekken waar kinderen onbezorgd kunnen spelen. Alle woningen hebben een warme donkerrode kleur, antracietgrijze dakpannen en veelal erkers. Dit geeft deze wijk een vriendelijke uitstraling. Dit is de buurtschapsvoorziening van De Straten. Dit gebouw heeft aan de voorkant een lommerrijke ontmoetingsplek met een speelplaatsje en ligt aan de natuurontwikkelingszone De Groene Grens. Een prachtige plek voor een rommelmarkt of een buurtbarbecue. Ontmoeting staat tenslotte centraal in Veenendaal Oost. Iedere straat in dit buurtschap heeft uitzicht op De Groene Grens. Karakteristieke singels en groenstroken vormen een prachtige verbinding tussen de wijk en de natuur. Het groen verleidt u om erop uit te trekken. Dit is het hart van buurtsteden. Buurtschap De Ontmoeting. Als u graag onder de mensen bent, dan is dit de perfecte woonomgeving voor u. Een winkelcentrum en alle belangrijke voorzieningen zijn hier aanwezig. Het winkelcentrum en de voorzieningen liggen rondom de Groene Brink, de ontmoetingsplek van de wijk. Op dit plein kunnen bewoners met elkaar afspreken of gewoon lekker op een bankje zitten. Op de Brink mag geparkeerd worden en ook de bus stopt hier. Het centrum is dus goed bereikbaar voor iedereen. In de ontmoeting kunt u winkelen en boodschappen doen. Voor uw zorg en welzijn gaat u naar het Kloppend Harthuis. U vindt hier onder meer de huisarts, de apotheek, de verloskundige en GGD. Maar u kunt hier ook uw kinderen naar school brengen, sporten of naar de kerk gaan in het ontmoetingshuis. Boven deze voorzieningen komen appartementen. Ten zuiden van de Brink ligt een autovrije woonbuurt met een groene speelplek. Ten noorden van buurtsteden komt een parkzone met een speelveld, een skatebaan en een speeltuin. Het vierde buurtschap heet De Erven en ligt strategisch tussen buurtschap De Ontmoeting met alle voorzieningen en het natuur- en recreatiegebied De Groene Grens. Deze fraaie plek is opgedeeld in autoluwe, knusse erfjes waar het goed toeven is. Parkeren kan in parkeerkoffers tussen de woningen, waardoor auto's het straatbeeld niet bepalen. Veel straten hebben zicht op het prachtige naastgelegen landschap. Midden in de wijk ligt de buurtschapsvoorziening met een ontmoetingspleintje. De woningen in de erven variëren qua type en kleur en zijn gebouwd met oranje-rode bakstenen. Veranda's aan de voorzijde van de woningen bepalen het straatbeeld. Dat geeft deze wijk een vriendelijke en open uitstraling. Wilt u zelf uw woning ontwerpen? Dat kan. In een deel van de erven worden woningen volgens het concept carte blanche ontwikkeld. Aan de zuidrand van dit buurtschap bevinden zich ook kavels met ruimere bebouwingsmogelijkheden ten behoeve van werken aan huis. Wat Veenendaal Oost zo bijzonder maakt is haar ligging. Aan het natuur- en recreatiegebied De Groene Grens. Dit gebied geeft u volop de mogelijkheid om te recreëren. Er komt een bos en er zijn waterplassen en recreatievelden. Hier kunt u wandelen, fietsen of zelfs kanoën. En kinderen kunnen er voetballen, boomhutten bouwen of gewoon lekker ravotten.
Aan de groene grens ligt een waterrijk gebied met poelen en bloemrijke graslanden. Hier leven veel dieren en planten die via parkstroken en sloten ook weer hun weg vinden in buurtsteden. In Veenendaal-Oost kunt u dus wonen, werken en recreëren. Op de grens van stad en land. Dit is Veenendaal-Oost, de plek van je leven.